Wow! Wat een mooie hoge trap! We hadden tijdens krachttraining had hij een scheurtje opgelopen in zijn borstspier. Dus hij mocht 30 dagen niet trainen. Dus hij is herstellende, dus ja, dat is het verhaal Nordin. We hadden een één optie was er nog voor het toernooi. Hè. Was Mahadin die kans zou krijgen. En goed, kijk, Nebil is nog jong. Ik denk dat hij de jongste heavyweight is. Waarbij ik tegen hem heb gezegd van luister, het is misschien beter gewoon om nog even een beetje te rijpen. Kijk, mocht ze een kans voordoen natuurlijk, ja, dan kun je nog altijd in het toernooi. Dus de kans ging richting Nordin. Nordin raakte geblesseerd. En toen kreeg ik het belletje van, hey, we zouden Nabil graag voor kwalificatie in het toernooi. Dus ja, dat is iets wat hij wou. En uiteindelijk met overeenstemming met hem hebben we uiteindelijk besloten dat, dat we het gingen doen. Oh, pastor kick van Kahar. Ik heb gekeken naar die laatste wedstrijd ook, weet je. Kijk, aan de hand van die laatste wedstrijd, als hij die laatste wedstrijd niet verliep zoals die moest verlopen, dan had ik hem er sowieso niet in gegooid. Begrijp je? Dus ik vond die laatste wedstrijd een goede wedstrijd. Hij liet zich ook zien dat hij iets meer volwassener is geworden. Maar goed, voor mij, dit is de belangrijkste wedstrijd, weet je. Het gaat mij niet om het toernooi. Deze jongen is gewoon belangrijk. Het is een goede jongen. Binnen Glory is hij ook ongeslagen, dus voor mij is dit de allerbelangrijkste om te zien waar hij staat en of hij ook gewoon toernooiwaardig straks is. Fighting out of Belgrade, Serbia, Nikola Filipovic. Ja, het is een goede jongen. Het is een allround jongen, dus combineert makkelijk, trapt makkelijk. Dus het is een goede jongen. Ik denk voor Nordin natuurlijk zou het een heel ander soort wedstrijd geweest zijn. Kijk, Nabil natuurlijk, ja, je weet, Nabil houdt voornamelijk door te drukken. En ik denk ook wel dat dat de kracht is van Nordin. En ik denk ook dat dat de doorslaggevende rol zou zijn in deze wedstrijd voor Nabil. Ja, Ilias, hetzelfde verhaal. Is ook ready. Alleen het verhaal van Ilias is, ja, die jongen tegen wie hij staat, heeft eerder bij Glory gedraaid. Het is een jongen, ja, wat moet ik zeggen, een beetje stijl van Ilias. Goed, als Ilias hetzelfde draait als die laatste wedstrijd, dan voorzie ik geen probleem. Ja, je zag, hij begon gelijk van 0 naar 200, maar dat gebeurt heel vaak bij jongens die er gewoon te lang uit zijn geweest, weet je. Dan merk je gewoon, ik noem het niet ringroest, maar je ziet de druk. Ze staan op dat podium. Ja, dat neemt gewoon heel veel druk op zich. Dus dat gaat ook ten koste. Dus dan zeg je, en dat heb ik met meerdere vechten, dan zeg ik, hey, begin die eerste ronde rustig. Nou ja, dan beginnen ze gelijk van 0 naar 200. Dus hij weet gewoon dat hij moet gaan doseren. Dat is het allerbelangrijkste nu voor Ilias, dat hij gaat doseren. Goed, hij heeft de laatste keer kunnen voelen hoe het is na zo'n lange tijd niet meer de ring in zijn geweest. Dus ik denk wel dat het nu wel net iets anders zal zijn. There's the king of the ring, Tyrone Spong. Die jongen is gewoon in shape, weet je. Kijk, die jongen staat niet stil, weet je. Die woont daar en die doet niks anders dan trainen. Dus ik denk voor de sport zal het alleen maar goed zijn om deze jongen erbij te hebben. Weet je, het is gewoon een sportman, die leeft er gewoon voor. En ik denk dat gewoon een hele goede toevoeging voor in ieder geval voor de heavyweight divisie is. It's open in the semifinals and one of these men will take it in just like that. Michael Duke floors Tyrone Spong. Big right hand by Duke said he has nothing to lose and he's showing that right now. A couple another shots get through from Duke. Oh, big shot from Tyrone Spong. Floors Michael Duke. Michael Duke is in big trouble here. His eyes are crossed. He just ate. Oh no, this fight's over. He's not getting up. Nou ja, ik was op uitnodiging van Henry. Henry is een goede vriend van mij. En ja, we praten heel veel. We delen eigenlijk dezelfde dingen in de sport. Dus ik was op uitnodiging. Ik ben daar geweest. Nou, ik heb daar wat getraind met de jongens. Ook met Tyron.
Dus ja, we hadden wat gesprekken over het kickboksen, et cetera. En toen kwam de sprake Glory. Ja, toen heb ik een beetje gepeild van oké, wat is nu het verhaal? En hij heeft een beetje uitgelegd hoe het in elkaar steekt. Dus de jongen zou heel graag willen draaien. Dus het gesprek ging van oké, ik draai liever vandaag dan morgen. Dus ik, zodoende had ik zoiets van, het is misschien tijd om iemand erbij in die divisie die ook wel een toevoeging is. Ik denk dat als je die jongen erbij hebt, dan heb je gewoon een hele leuke toevoeging voor die divisie. Weet je, het is ook een jongen die wel zijn sporen verdiend heeft. En ik denk ook voor de oude generatie die hem nog kent en voor de nieuwe generatie, dat je gewoon een jongen hebt die gewoon erbij hoort in die klasse. Ik ga het regelen, jongens.